Goed mensen, ik ben Sam, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe aflevering van Agrarian Sky. Zoals jullie al zien jongens, heb ik een ME system gefixt. Oh my god, eindelijk. Ik heb het eindelijk, hoe lang zal het zijn? 2-3 jaar of zo? Dat de Applied Energistics ME mod al uit is, heb ik hem nog nooit gemaakt. En nu heb ik hem eindelijk gemaakt. Ik heb het offcam gedaan, want het was best wel pijnlijk om te maken. Ik was er best wel heel erg lang mee bezig. Ik moest dit allemaal maken, ik zal het wel even laten zien. Waar staat hij? Voor de hoarding is hem. Ik moest dit allemaal maken. En het was echt heel erg naar om het allemaal te maken. Want ik was er zo lang mee bezig. Maar gelukkig had ik de meeste resources al. Dus dat is super chill. Hey there, fishy. Hey there. Maar dus dat is super chill dat ik al de meeste resources hadden. En het was vooral heel veel in de ovens. Even wachten tot mijn furnaces klaar zijn. Even wachten. En nogmaals, even wachten. Het was alleen maar wachten. Maar ik heb nu eigenlijk een ME terminal, dus ik kan hier gewoon alle dingen in doen. Ik heb hier allemaal diamonds in en ja, ik kan hier gewoon alles in doen. Ik heb deze ding moest ik ook maken. Ik heb geen flauw idee wat dit is. Ik moest dat maken, maar ja, ik zette mijn high temperature furnace generator, zet ik erboven. Ik heb ook een lever ernaast gezet, of een lever, maar die doet niks. Dus dat is een beetje anticlimax. Hij gebruikt best wel veel energie. Maar ik kan hem ook niet op stop zetten. Ik kan niet zeggen van, yo, kan je niet even stoppen of zo? Nee, dat kan niet. Dus hij neemt elke keer neemt die energie af. Dat is wel super na, dus dan moet ik elke keer energie erin doen. Dus ja, ik weet niet of ik er echt blij mee ben, maar ik heb het. Het enigste probleem nu is, jongens, ik heb trouwens dus ook een apart huisje ervoor gemaakt. Het enige probleem nu is, ik moet een stabiele energie source moet ik hebben. Ik klik eens even claim reward, want iedereen is waarschijnlijk heel erg benieuwd wat hierin zit. Een golden lasso. Ik heb werkelijk geen flauw idee wat je aan een golden lasso hebt, maar oké. In ieder geval, ik moet een energie source hebben die stable is. Die ik elke keer gewoon, die elke keer wat energie erbij bij haalt, om zo te zeggen. Alleen, ja, ik weet niet wat en ik weet niet wat goed is. En herpy derpy derp, help me. Ik weet zelf niet wat uber goed is. Ik dacht eerst van coal. Ik heb mijn laatste call heb ik daarin gedaan, in mijn ME terminal. Dat vind ik wel zonde, maar ik dacht van, ja, ik doe het maar gewoon. Maar voor de rest, ik weet niet echt wat een goede source is. Ik kan een redstone generator kan ik gaan maken en redstone weer gaan farmen. Dat kan ik gaan doen, maar ja, ik weet niet of dat super nice is. Ik heb in ieder geval een golden lasso gekregen. En wat heb ik hier aan? Hoe kan ik die maken? Ender pearl. Are you frustrated by trying to lead a cow and sheep? Around using wheat. Right click on any passive mob with a golden lasso and it will magically stored inside it. Oké, dus dit is gewoon een safari net in principe. Dus dit is niet echt. Dit is niet echt goed of zo. Dus we gaan het even testen. Dat doen we zo. Poef. Dat zit nu hierin. Ik kan gewoon van die base kan teleporteren. Kan ik dat ook? Ik kan het ook met hun doen. Wauw, dat wist ik niet. Je kan het dus blijkbaar ook met humans doen. Nou, dat is in ieder geval hartstikke leuk. Hè? Kous, how are you doing? Nou, wat moeten we in ieder geval doen? Ik kan dus hier ook weer mee verder gaan met mijn digital storage. Alleen, ik zat echt zo van, ja, weet je. Oh, wat is dit? A task where the player to kill certain monsters. Sure, let's do that one. Maar weet je, toen ik die ME storage had gemaakt, dacht ik eens van, ja, dit is super vet. Dit is super nice. Alleen, ik heb een stable energy sources nodig. Holy crap, wat doen die monsters hier beneden? Ik stond echt te lang af. Ik ben benieuwd hoeveel monsters hier niet staan. Ik denk aardig veel, of niet? Ze zijn hier allemaal glitch. Ik kill ze gewoon zo, want ja, bloed hebben we niet echt nodig. Ik denk dat dit ding helemaal vol zit. En ik weet niet zeker of het telt als ik ze kill met dit. Maar we hebben nu... Even kijken, we moeten nog 8 creepers killen. Nog 6 skeletons. En nog 2 endermans. Ja, nog 2 endermans. Maar ik weet niet, ik denk zo van... Ja, ik vind Granary Skies... Het is super vet. Alleen... Ik moet, ik heb dus nu een storage, alleen ik heb energie nodig. En ik heb werkelijk geen flauw idee waar ik veel energie uit kan halen. Dus dat gaan we zo meteen checken. Ik ga snel nog even naar boven, want ik weet niet waarom. Ik dacht dat hier monsters langs waren gekomen, maar blijkbaar niet. Want die staan daar natuurlijk niet meer. Dus we gaan even kijken wat een goede manier is om energie op te wekken. Heb je niet iets van een solar panel of zo? Hier, je hebt een solar generator. En dit is misschien wel het beste om te maken. Want ja,
solar panels zijn heel erg goed. En een solar generator is wellicht beter. Dus laten we dit maar gewoon maken. Een block of diamond is het wel. Het is wel heel duur. Echt heel duur. Maar weet je, omdat die ook zo duur is, denk ik weer heel snel bij ze van, ik denk dat die dan wel weer goed is. Want ja, ik kan slapen, het wordt dan dag. En dan krijgt hij energie. En als hij genoeg energie opwekt, zal het natuurlijk fucking nice zijn. Maar wekt hij wel genoeg energie op? Dat is nu de vraag. Dus heel makkelijk gezegd, we gaan het gewoon proberen. Ik heb hier 5 diamonds. Ik heb hier heel veel diamonds. We gaan het gewoon doen. Weet je wat? We gaan het gewoon doen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Woep. Zo, dan kunnen wij deze hier doen. Ik moet alles trouwens wel in die MA storage doen. Alleen past het nog niet allemaal in, want ik heb nog maar hier. Hier kan je nu zien, 3 of 63 types. Nou, er zitten nu 3 dingen in, dus er passen maar 64 items in. En zo'n aantal, 1 kb past erin eigenlijk. En dat is niet echt veel. Dat is gewoon 124 of 1024 bytes is in fact echt heel erg weinig. Maar oké, even kijken of ik nog quartz over heb. Want ik had laatst al mijn quartz, had ik opgemaakt dus aan die MA terminal. Heb ik toevallig nog wat quartz? Quartz. Ik denk het niet. Dan moet ik weer terug de Nether in. Dan kwam ik ook weer echt net vandaan. Dat is heel knap. Wij hebben helemaal geen quartz meer, hè? Helemaal geen quartz meer. Misschien zit het toevallig op een magische wijze naar beneden. Hello, skeleton. Doei, skeleton. Bye, bye. Maar het zal heel fijn zijn als we zo'n solar generator kunnen maken. Want als die storage, als die nou stable is, als ik die gewoon al constant kan gebruiken, dan kan ik hem upgraden. Dan heb ik gewoon forever energy. En dat zal heel erg fijn zijn. Nee. Shit. Oké, dus ik denk dat we weer naar de Nether moeten. Dat is hartstikke leuk. Dat is altijd hartstikke leuk. No. It's not fun. It is not funny at all. Nou laten we dat maar gewoon gaan doen. We moeten even een paar quartz moeten we gaan fixen. Hier zit ook geen quartz in, denk ik, hè? Nee, vast niet. Nee, natuurlijk niet. Dat wist ik. Nou, dan gaan we maar weer terug naar de Nether. Daar kom ik ook echt weer net vandaan. Omdat ik daar ook nog even een paar dingen moest fixen. Zo, nou dan nemen we deze mee. Nemen we de laatste flask. Hoppakee, nu is hij echt helemaal op. Nu kunnen we ook niet meer vliegen. Maar ja, nou we kunnen nu wel vliegen. Maar zometeen kunnen we niet meer vliegen omdat het ding op is. Dus we moeten weer met Blood Magic moeten we een nieuwe maken. Nou, laten we dit maar gewoon doen. Laten we maar gewoon zo snel mogelijk quartz gaan fixen. Ik denk dat ik met deze pickaxe quartz kan farmen. Ik weet het niet 100% zeker meer. Of het goed is wel. Het zou heel raar zijn van niet, want ja, dit is freaking obsidian. Dus let's do this. Ja, ik kan het gewoon farmen. Nice. Oh, maar ze worden wel boos dan natuurlijk. They get angry on me. Oh my god. Oké, laat ik maar gewoon meteen ver gaan, want ik heb geen zin in gezeik met die monsters. Gaat dit zo goed? Ja, dit gaat wel goed. Alleen, ik moet het heel snel hakken. Dus ik moet het op de grond gewoon doen. Woep. Daar komt hij omhoog. Nee. Zo, jullie zeiden van, ja, je moet snel hakken. Alleen, ik vind het heel erg gevaarlijk. Want die dingen, die one-shotten me. Letterlijk. Like, als ik in een buurt sta, dan ben ik gewoon dood. Dus ja, ik vind het nooit echt zo fijn om heel veel te hakken meteen. En alles te hakken. Want het dropt ook niet op de grond, zie je dat? Like, als het ontploft, dan ontploft het ook echt. Auw. Kijk. Oh, ik wou zeggen, kijk hoeveel damage dat doet. Maar het deed eigenlijk helemaal geen damage. Maar ik denk als ik in de buurt sta dat het wel lekker veel damage doet. Dus als we hier gaan beginnen en dan gewoon zo gaan. Nee, oké, dit is erg. Oeh, snel weg hier. Boom. Om ploffen. En dan gaan we hier gewoon nog een keer doen. Hoppakee. Oké, deze kan nog wel. Misschien alles. Ja, hier. Zie je, dit kan nog wel. Als het er niet zo veel zijn, als het niet onder elkaar is, dan gaat het nog wel. Maar anders is het echt lastig. Maar we gaan maar weer naar binnen, want we hebben genoeg items. Dus waar is de ingang? Hier is de ingang. Poef. En dan hebben we redstone hadden we nodig. Dat was het. En we hadden nog iets nodig. Alleen ik ben vergeten wat. Dus even snel spieken. Solar. Wat hadden we nodig? Furnace. Lapis lazuli. Hebben wij lapis lazuli? Dat is een hele goede vraag. Ik weet niet waarom ik zo praat. Maar het is een goede vraag. Hebben wij lapis lazuli? Ik denk het niet. Ik denk serieus. Oh my god, we hebben het wel. Yes. We hebben geen redstone, though. Like, mijn redstone heb ik laatst ook weer allemaal opgemaakt. Dus dat is ook echt heel erg. Nadat we ook geen redstone hebben. Nee, hè? Nee, we hebben helemaal geen redstone meer. Oh my god, get out of my way. Nope. Even
Kijk, zat het in Dust? Ik weet niet of het in Dust zat. Ik dacht het wel. Oh my god, waar is Dust? Waar is Dust? Hier, Dust. Ja, zie je, het zat wel in Dust. Dus, dan moet ik het even Dust meenemen. Moeten we dat even gaan saven en hopen dat er gewoon 3 redstone uitkomt. Ik denk het niet, maar weet je, you never know. Dus laat het maar gewoon proberen. Ja. Villagers, jongen. Oeh, dat was een redstone. Nog, oh my god, ik wil niet in een vacuum hoppen. Kom op. Come on. Oké, nog 2 redstone, alsjeblieft. Alsjeblieft. Nee. Oh, nog één. Kom op. Nee, dat is bone meal. We hebben wel pulverized copperoor. En ja, we hebben dus gewoon nog redstone nodig. Even kijken hoe wij nu een solar... We hebben er 2 nodig. Oh, are you kidding me? Oh my god. Er zit er gewoon nog 1 in. Wat heb ik veel matten vandaag. Right. Oké, nou, dat is chill. Dan hebben we daar ook weer genoeg van. Laten we dit maar even meteen kapot... Of zit dat hier toevallig nog in? Nice. Hier zit het nog in. Dan kunnen we dat even mooi meenemen. Hier kunnen we nu een furnace gaan maken. Woep. En deze even pakken. En dan kunnen wij nu een solar generator gaan maken. Ik ga meteen even slapen natuurlijk. Want ja, het moet natuurlijk wel dag zijn. Logisch. Like, het moet natuurlijk ochtend zijn. Ochtend. De zon moet schijnen. The sun needs to shine. Yeah. Misschien kan ik deze ook wel even meenemen. Want hier doe ik eigenlijk ook echt helemaal niks meer mee. Misschien is dat wel handig. Zal ik dit meenemen? Redstone Energy. Hier zit 100.000 RF in. Holy crap. Heb ik dit? Deze heb ik niet. Heb ik deze nou gemaakt? Redstone Energy Cell. Ik kan me dit niet meer herinneren dat ik deze heb gemaakt. Er zit wel echt ontiegelijk veel in. Gewoon. Oh ja, deze heb ik wel gemaakt. Dat kan ik wel herinneren. Want deze moest ik helemaal vol maken. Dat was ook zo. Ah, dat was drastisch. Dat was niet leuk. Maar dus we hebben eigenlijk wel heel veel energie. Interesting. Alright. Ik weet trouwens niet hoe dit werkt. Like, no joke. Ik moet dat waarschijnlijk gewoon hier neerzetten. Denk ik. En... Wow! Charge apply redstone signal to the transmit energy. Charging is apply redstone signal. Maar hoe... Ik kan dat niet via... Hebben we een kabel of zo? Een kabel? Dat is alleen ME kabels. Hoe kunnen we nu zulk energie... Een generator naar daar beneden transferen. Ik kan dat niet met zulke kabeltjes. Even snel. Oeh, deze moeten we ook killen. Get out of my way. Oh nee, waar is hij? Dan klik deze even snel, want we moeten ze allemaal killen. Al deze monsters moeten dood. Get out of my way. Nee, creeper, niet exploderen alsjeblieft. Niet exploderen. Nice. Die moeten allemaal dood. Allemaal dood. Dit is een fluid duct. Kijk, deze misschien. Leadstone energy kan do it. Wellicht. Hebben we die wel nodig. Laten we dit maar ook meteen gaan meenemen. Hoppakee. Is er nog anders? Ik denk dat er helemaal niks meer is, hè? Want daar is er nog eentje. Maar dat maakt niet uit. Dit is wel goed. Is wel genoeg. Gaan we even kijken of we deze überhaupt kunnen aansluiten. Kunnen we die aansluiten? Oké, dit kunnen we aansluiten. En ik denk dat die ook energie heeft nu. Dus dat is super chill. Kunnen we die dan daaraan connecten? Dat is nu de vraag. Als we deze hieraan kunnen connecten, zal het wel fijn zijn. Dan scheelt het weer een kabeltje. Maar ik denk het niet. Oef. RF. Nee, oké, dus dat werkt niet. Kom op, nu mag deze best wel weer kapot. Hoppakee. Ja, nu is mijn vraag. Hoe gaan we dit doen? En dat is een hele moeilijke vraag. Want ja, hoe gaan we dit doen? Ik kan alles kapot maken. Ik kan hier glas op maken. Dat het gewoon... Dat het licht er gewoon doorheen gaat. Misschien is dat wel handig. Want dan maak ik dit gewoon even kapot. Maak deze kapot. En dan zet ik deze gewoon... Kijk, nu krijgt hij geen energie. En nu wel. En hij krijgt niet al te veel energie. Hij neemt wel heel veel energie af, zoals je al ziet. Echt. Heel veel af. Dit gaat ook niet werken. Like, hij heeft meer licht nodig, deze solar generator. Alright, dit gaat dus niet werken. Ik kan deze natuurlijk altijd daarna zetten met wat hout erin of zo. Power level 40 en time remaining krijgt hij als het goed is ook energie. Misschien als ik dit samen laat werken, dat het wel gaat werken. Maar ik weet het niet zeker. Het ziet er niet echt tactisch uit of zo. Ik denk nou niet echt van wow. Dit gaat nou echt... Dit gaat nou echt werken. Want ja, het werkt ook niet. En ik moet een stable energie source hebben. Alleen, ik weet niet hoe. Ik kan met stoom werken. Ik kan wellicht... wat misschien wel kan, is... Oh my god. Dit is wel echt heel ver gezocht, jongens. Dit is echt heel ver gezocht.
Oké, we maken een steam dynamo. Even kijken, een steam dynamo. Maken we deze. Als het goed is, kan hij lava in. Lava, dan nemen we deze mee. Nemen we alle 5 van deze mee. We zorgen ervoor dat het cobblestone hierin wordt gedaan. Door deze machines, door de Atomos Activator. Die klikt gewoon elke keer rechtermuisknop hiernaast. Waardoor hier lava in komt. Waardoor wij met een fluid duct of waarschijnlijk iets eruit kunnen halen. Of wellicht hetzelfde met deze. Want ik denk dat je dit ook met liquid kan doen. Hoop ik. In ieder geval, daar heb je waarschijnlijk wel iets voor dat je met liquid eruit kan halen. Of een bucket. Dan wordt het in een bucket genomen. Right? Dus dan heb je een bucket of lava. Atomos Activator. Gooit cobblestone hierin. Dit wordt verhit. Komt het een bucket, wordt het eruit gehaald. De bucket wordt naar de steam dynamo gelopen. Die steam dynamo ga ik 4-5 van maken. Die worden gepowered dus door water. Zo'n machine heb ik nog die water op zich kan nemen. En die dan ergens naartoe stuurt via een fluid duct. Dat komt dus allemaal samen in de steam dynamo. En de steam dynamo is niet dit. Dat is dit. Hoppakee. Kijk, er komt hier water en hier lava in. Dat zorgt voor energie. Dat is wel een stable energie source. Alleen daar ben ik heel lang waarschijnlijk mee bezig. Wat heel erg naar is. Maar ik denk dat dat mijn enigste optie is nu. Want dat gaat wat resources innemen. Maar dan heb ik wel echt genoeg energie om al mijn machines even mooi te maken. En dan kan ik dit ook even eindelijk mooi displayen. Want dit ziet er ook echt niet goed uit. We hebben hier nog een magma crucible. Waar ook nog echt super veel energie in zit. Dus daar moeten we ook dingen mee doen. We hebben hier dus die fluid transposer die we nodig hebben. Pulverize is ook nog hartstikke handig om dingen mee te doen. Dus ik denk dat het wel handig is als we dat gaan doen. Laat het maar even weten in de reactie. Laat me ook maar meteen weten in de reactie of jullie denken van... Nou, Sam, dit is een veel betere energie source. Ik ben wel benieuwd wat jullie allemaal kunnen fixen. Jongens, hartelijk bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk blauwe duim niet te doen. Vergeet natuurlijk nog niet ook, als je dat nog niet hebt gedaan, te abonneren op Project Minecraft. Ja, en dan check ik jullie gewoon weer overmorgen bij een gloednieuwe aflevering. Nee, wacht. Tijdens de 24 uur stream check ik jullie dan gewoon weer tijdens met Agrarian Skies. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En ik zeg, peace!